de kreeft in zijn gezondheid. Het teken kreeft regeert over onder meer de hersenen, de oogbollen, de long- en hartvliezen, het beenmerg en de kaken. De baarmoeder valt ook onder dit teken, maar alleen tijdens de zwangerschap. Het belangrijkste gebied waarover het teken heerst is de maag, met de bijbehorende spijsverteringsprocessen. Als je als kreeft te veel spanningen krijgt te verduren en daar geen goede uitlaatklep voor vindt, is de kans groot dat je maag gaat opspelen. Het is daarom zaak voor jou om je emoties in goede banen te leiden. Daarnaast is enige aandacht voor je voedingspatroon en de manier waarop je voeding tot je neemt gewenst. Voor iedereen is het goed de tijd te nemen om een maaltijd te nuttigen, maar voor jou is het zeker noodzakelijk. Je bent erbij gebaat als je rustig en ontspannen kunt zitten eten. Gun je je te weinig tijd, dan kan je maag het eten onvoldoende verwerken en kun je spijsverteringsstoornissen krijgen. Met alcoholische dranken kun je als kreeft beter voorzichtig zijn. Je maag raakt te snel door van slag. Veel kreeften neigen van nature naar overgewicht. Regelmatig bewegen bevordert de spijsvertering. In een periode van stress is het goed extra aandacht te besteden aan het eten. Lichte, gemakkelijk verteerbare kost verdient de voorkeur. Om spanningen kwijt te raken is water een goed middel. Een warme douche, een heerlijk bad met een lekker olietje of een uurtje zwemmen zal jouw zenuwen weer ontspannen. Je krijgt een nieuwe energie door. Ook het drinken van een glas water kan heilzaam werken. Ook het drinken van een glas water kan heilzaam werken.